Er zijn nogal wat redenen waarom ik, en ik geloof voorop ook u, geen Rooms-Katholiek zou moeten zijn of dient te zijn. En we hebben een paar redenen reeds genoemd de afgelopen weken. Ten eerste vanwege de afgodenherder die zegt deze kudde, of beter gezegd de groep wolven, te leiden. Ten tweede vanwege de belachelijke aanspraken van Maria, die niet de Maria de Bijbel is, maar een andere Maria is, namelijk Semiramis, of de eerste koningin van Babylon. De grootste hypocrieten sinds de fariseeën zijn deze leiders van de katholieke kerk. En we zullen vandaag spreken over het thema de psychotische uitlegger van de Heilige Schrift. En het succes dat ze te danken hebben in de laatste 1500 jaar door één zaak, namelijk onwetendheid van één boek, de Heilige Schrift. Ten eerste de psychotische uitlegger van de Heilige Schrift, de oude Romeinse hoer op de zeven bergen, Openbaring hoofdstuk 17, heeft altijd geclaimd de Heilige Schrift te kunnen bepalen als het gaat om de kanon, als het gaat om de bewaring van de schrift, als ook om de uitleg van de schrift. En ze slaat zichzelf op de borst als het gaat om de schepping van de kanon van de Heilige Schrift. Dat ook toevallig nog eens een verkeerde kanon is, die afgewezen wordt door alle orthodoxe Joden, namelijk het volk dat God uitverkoren heeft en aan wie hij de schrift heeft gegeven. U zegt, waar wordt dat dan zo duidelijk gezegd in het Nieuwe Testament? In Romeinen hoofdstuk 3, vers 2. Daar lezen we in vers 1 en vers 2. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis, veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Hun, niet een stelletje heidenen uit Italië, maar hun, dat zijn de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Het tweede wat ze in alle nederigheid doen, is alle krediet aan zich toe-eigenen voor een bewaarder te zijn van de ware kanonieke boeken. En het probleem is alleen dat Jezus Christus reeds de kanon heeft bepaald door twee uitspraken in de evangelie. De eerste vinden we in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 23, vers 35. En daar lezen we: opdat u op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharië, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Abel werd gedood in Genesis 4. Zacharië, de zoon van Barachia, werd gedood in 2 Kronieken 24. En het toeval is dat Genesis en 2 Kronieken het eerste en het laatste boek is van de kanon van de Joden. De Joden hebben dezelfde hoeveelheid boeken in hun Bijbel als in ons Oude Testament, maar de volgorde is anders en het Joodse kanon eindigt met 2 Kronieken. En niet met een apocrief boek. De tweede referentie, dat Jezus Christus de grenzen van de kanon daar duidelijk heeft bepaald, is te vinden in Lucas 24, vers 44. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dat is de driedeling in de Joodse kanon. En daar horen de apocriefen niet bij. Na deze twee leugens claimt de oude hoer van Openbaring 17 dat ze ook nog de onfeilbare interpretator of uitlegger is van de Heilige Schrift. De lerende kerk van de Heer, zoals ze zich dan noemen. Wel nu, het probleem is dat de Heilige Geest vier keer deze oude hoer waarschuwt op haar zeven bergen om haar koolgeurs terug te roepen in hun blasfemische bekentenis. En in Openbaring hoofdstuk 17 lezen we in vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. De eerste keer dat de Heilige Geest tot de schrift een ander getuigenis geeft dan Rome, over dit specifieke punt, vinden we in 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 20. Dan zegt de schrift: want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wil doet en daarover lijdt, dat is genade bij God.
Dat is inderdaad 1 Petrus hoofdstuk 2, vers... Ik heb hier een klein foutje gemaakt, zie ik hier. Mijn excuses. Dus 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 20. Dan lezen we, want de profetie is voortuits niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijn, hebben ze gesproken. Vers 20, dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. De eigen uitlegging die moet veranderd worden in de uitlegging door de Heilige Geest. De tweede persoon naast de Heilige Geest die de Heilige Schrift kan uitleggen, is de Heer Jezus Christus zelf. En dat zien we vermeld in Lucas hoofdstuk 24, vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Jezus Christus dient uw verstand te openen om de schriften te begrijpen. De derde keer is God de uitlegger van de Heilige Schrift, na Genesis hoofdstuk 40, vers 8. En daar zegt de Heilige Schrift... En ze zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij toch. God is de man, de persoon die de juiste uitlegging heeft. Uiteindelijk zien we hetzelfde getuigenis dat God wederom de onfeilbare uitlegger is van de Heilige Schrift in het boek Daniël, hoofdstuk 2, als ook hoofdstuk 5. Daniël, hoofdstuk 2... Vanaf vers 18 tot en met 28, we zullen niet al die versen lezen. Daniël hoofdstuk 2, vers 18. Opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard, en toen loofde Daniël de God des hemels, niet de paus. Of de hoge priester van de Babylonische mysterie-religie, die toen de tijd Nebukadnezar ook was. Vers 28. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezicht uw hoofd op uw leger zijn deze. De tweede keer dat we Daniël daarin hetzelfde getuigenis zien geven, is een paar hoofdstukken verder. In Daniël hoofdstuk 5, vers 12. Omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzingen van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, diende de koning de naam Belshazzar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht, de koning antwoordde en zeide tot Daniël, zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning mijn vader uit Juda gebracht heeft. En ik heb van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Dat is inderdaad correct wat hier over Daniël gezegd wordt. We zien dus 5 referenties. Delk verklaren dat de paus een leugenaar is, dat alle katholieke priesters leugenaars zijn, dat alle katholieke concilies hebben gelogen, dat hun geloofsbekennissen een leugen zijn, dat ze dwazen zijn om te geloven en dat ze produceren naar hun eigen soort gedurig leugenaars. Als je de man ziet die de hoer leidt en die bekent God de vader van Jezus Christus te zijn, blasfemische zaak. We hebben net gezien dat de Heilige Geest 5 keer voor leugen wordt uitgemaakt. Dank de katholieke kerk. En we gaan zo nog eens een keer een duivelse demon. Ik hoor u zegt, hij is Maria is de vrouwelijke zijde van de Satan, de koningin van de hel. En die moet je ook nog met je kinderen gaan eren. Dat is te belachelijk voor woorden. Dan nu het alibi dat Rome altijd heeft gebruikt om de openbaring van de Heilige Geest aan de kant te schuiven, is dat hij onmogelijk, iemand onmogelijk, een moeilijke passage kan interpreteren zonder de lerende kerk. Het bewijs dat dit zo is, is dat ze dan zeggen, kijk eens naar al die conflicterende christelijke groepen en secten. Ze claimen allemaal de schrift alleen als een leidraad hebben in geloof en praktijk. Als dat zo is, hoe kan
kunnen ze dan het lichaam van Christus op al die verschillende wegen leiden. Tenzij dat ze een leraar, een leider, niet hebben gehad om hen in alle waarheid te leiden. Dus vandaar dat elke katholieke paus, priester, concilie, bisschop sinds 500 na Christus de Heilige Geest uit zijn bureau heeft geschopt en hem onder oordeel stelt en hem ervan beschuldigt om geen goed werk te doen om de Heilige Schrift te interpreteren en te leren. Oh, dat was een bloedige oude Romeinse hoer met de gouden beker, die reeds 500 jaar meer dan 68 miljoen christen heeft omgebracht. Nou, natuurlijk sta ik me beschikbaar voor dit ambt, wat de Heilige Geest niet goed kan vervullen. En ik zal wel degene effectieve leraar zijn en de correcte uitlegger van de Heilige Schrift zijn. Ik zal iedereen in plaats van God, in plaats van Jezus Christus, in plaats van de Heilige Geest, jullie in alle waarheid leiden. De vruchten van deze belachelijke verplaatsing zijn 1500 jaar lang nepotisme, fraude, moord, arrestaties, folter, politieke intriges, moordpartijen, bombardementen, oorlogen, wereldoorlogen, meervoud, armoede, revoluties, doden, leugenen, verliegen, blasfemie, stelen, ziekte, valse beloften en onwetendheid van de Heilige Schrift. Door een vruchten zul je ze kennen. Geen paus, priester of bisschop of kardinaal of aartsbisschop in de katholieke kerk weet genoeg inhoud van het Oude of het Nieuwe Testament om een gymnasiumstudent de Bijbel te leren. Wat de katholieke kerk doet, ze hebben drie manieren om valse leer te interpreteren of door te geven. Dat is ten eerste toevoegen aan de woorden van God, bijvoorbeeld het woordje water, aangelaten 3 vers 27, Romeinen 6 vers 3 en Efeze hoofdstuk 4 vers 5. Afdoen van de woorden van God, zoals Eva doet in Genesis hoofdstuk 3 met het oorspronkelijke gebod van God. En Satan dat doet in Lucas hoofdstuk 4 vers 4, waarin een paar woorden weggelaten worden. Ga weg tot mij, Satan. En de woorden van de schrift uit hun context trekken. Katholieken doen dat vaak in Johannes hoofdstuk 6. En dat worden ze dan weer legd met Johannes 6 vers 63. Mensen doen het met handelingen 2 vers 38. Die denken dat de doop, waterdoop, reddende werking heeft, waardoor ze de Heilige Geest ontvangen. En charismatici doen het vaak met handelingen 19 tot en met 5 en proberen dat, deze tekst te gebruiken om te bewijzen dat je de Heilige Geest ontvangt nadat dat iemand handen op je legt. En dat je de gave van tongen moet hebben om te bewijzen dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Deze verkeerde interpretaties zijn het werk van opgeleide wetenschappers die zich voordoen in het lichaam van Christus als herders en bijbelleraren, terwijl ze de woorden van de waarheid perverteren. Als je dus wil weten waar je dat kan nalezen, lees je dus na in Jeremia hoofdstuk 23, Ezekiel hoofdstuk 14, Romeinen hoofdstuk 1, 2 Petrus hoofdstuk 3, Openbaring hoofdstuk 2 en 3. Maar laten we nu voor eens een moment de Bijbel ons normale verstand aan de zijkant schuiven en doen alsof we ons onderwerpen aan de leraar van de lering van de hoer op de zeven bergen en doen alsof zij inderdaad onze onfeilbare leraar is, want Christus heeft haar toch geautoriseerd om als enige instituut in de wereld de Bijbel, dat was wel een corrupte Bijbel, maar de Bijbel in hun ogen te onderwijzen. Nou, de lenen zullen we zo bespreken als we dat ernst gaan nemen. We hebben de ketel zwart genoemd, de verschillende protestante denominaties. En we gaan nu eens even kijken naar wat deze oude Afrikaanse ketel produceert. De Latijnse kerk, die zijn oorsprong vond in Noord-Afrika, eigenlijk in het Hamitische Babylon, niet in Italië. En deze ketel ziet er aan de buitenkant heel mooi uit, als een porseleinen bloemenvaas. En we zullen zien dat de katholieke kerk constant een passage letterlijk neemt die eigenlijk figuurlijk genomen dient te worden, zoals Johannes hoofdstuk 6, vers 53 en 55.
Matteüs hoofdstuk 16, vers 8 tot en met 12. En dan die passage figuurlijk gaat interpreteren die letterlijk is. Zoals bijvoorbeeld de poorten van de hel, Matteüs 16, vers 18. Want nu om te beginnen met Matteüs hoofdstuk 16, vers 18. Daar lezen we, en ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Het eerste wat ik hierover wil zeggen is dat er geen katholieken in dit hoofdstuk te vinden zijn. Er is geen katholieke kerk in het hele hoofdstuk, er zijn geen katholieken in het hele hoofdstuk, en er zijn niet christenen hier te vinden. Die worden als eerste genoemd in de schrift in Handeling 11, vers 26. Deze gemeente, Matteüs 16, vers 18, is niet een Rooms-Katholieke kerk. Ook niet de kerk van Alexander Campbell. Jezus Christus zegt, ze is mijn gemeente. En geen paus heeft het recht dat voor zijn gemeente te interpreteren. Want de kerk is zijn kerk. Het woord hel in Matteüs hoofdstuk 16, vers 18... betekent H-E-L, als in hel. Het heeft, zoals we zien hier, geen macht. Hier wordt gesproken over de poorten der hel, zullen dezelfde niet overweldigen. Het heeft poorten, steunbalken, sleutels en een gevangenis. U zegt, ja, waar komt dat vandaan? Uit de schrift. Beginnen we in het Oude Testament. In het boek Jona, hoofdstuk 2, vers 2. Jona, hoofdstuk 2, vers 2. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer, en hij antwoordde mij uit de buik des grafs, schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Vers 6. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. De grendelen van de aarde. Er zijn grendels in de hel. Je zegt, waarom is de hel in het midden van de aarde? Want Jezus Christus dat zegt. Matteüs 12, vers 14 zegt hij zoals... U was drie dagen en drie nachten in de walvis, zo zal de zon des mensen drie dagen en drie nachten in het midden der aarde zijn. En Jezus' ziel ging naar de hel, althans naar de statentekst in Handelingen hoofdstuk 2, vers 27 en 31. Maar die poort met grendelen heeft ook sleutels. Die sleutels waren het bezit van de duivel na de val van de mens in Genesis 3. En we zien in Openbaring hoofdstuk 1, vers 18. En die leven, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Hij heeft twee sleutels. En Jezus Christus ging na zijn dood in een gevangenis naar de hel. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 19. In welke, dus in de geest, hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijnde gepredikt heeft. Dan nu de brief persoonlijke interpretatie, de machten van de hel, die gebruikt wordt door alle katholieken. Priesters, wetenschappers, nonnen, monniken, leraren, kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen, is een privéuitleg. De Heilige Geest heeft niet een van deze bijbelafwijzende heidenen gezegd machten. Het zegt poorten. En dat is niet alles. Als we teruggaan naar de tekst in Matteüs hoofdstuk 16 vers 18. Op deze Petra zal ik mijn gebeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Petrus betekent steentje. Petra betekent een rots. En die is Jezus Christus zelf, tenminste, naar dezelfde apostel van de katholieken zeggen, ja, dat is onze rots. Dat was namelijk Simon Petrus zelf. Die zegt, waar is dat dan te vinden? 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 8. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks
en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten ongehoorzaam zijn, waartoe zij ook gezet zijn. Een rots der ergernis, dat is Jezus Christus. En de schrijver van de brief aan de Romeinen, Romeinen hoofdstuk 1, schrijft in zijn brief, en het is aan de Korinther, in 1 Korinther hoofdstuk 10, vers 4, betreffende deze rots het volgende. Alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgt, en de steenrots was Christus. Dat is ook bijzonder belangrijk. De steenrots was Christus. Het is niet net zo min Simon Petrus als Simon Magnus was. Sterker nog, Simon Petrus wordt Satan genoemd door Jezus Christus in dezelfde context, in Matthäus 16, vers 23, in plaats van rots. Wel nu, in het Oude Testament is er een verwijzing naar de verdrukkingsheilige Joden in Matthäus hoofdstuk, pardon, Deuteronomium hoofdstuk 32, vers 31. Waar het wederom over een rots gaat, want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen, zelfs onze vijanden rechters zijnde. Alle katholieken verloochenen de Joodse rots van Deuteronomium 32 vers 4, die zegt, hij is de rotssteen wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is hij. En we lezen in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. En ge hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Met andere woorden, het enige vers wat het fundament was van het hele Rooms-Katholieke systeem, wat hier voorkomen onderhoud gaat door de schrift zelf. Die pauze kon nooit één ding correct krijgen, dit hele vers. En je hebt helemaal niet zoveel tijd nodig om het goed uit te leggen. Schrift met schrift, zoals Luther al zei, sola scriptura. Dat is het allerbelangrijkste. De gemeente van Jezus Christus was nooit in de hel om naar buiten te komen door de poorten. En de Christus gemeente was nooit buiten de poorten om in de hel te komen. En de term katholiek wordt nergens in de Bijbel gevonden in verbondenheid met enige kerk. En zeker niet in Matthäus 16, vers 18. Want nu, we gaan verder met onze uitleg. We nemen Matthäus 16, vers 19. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binnen op de aarde zal in de hemelen ontgebonden zijn. En zo wat gij onbinnen zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hier is er een namen van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Want nu, had even vergeten wat de katholieke kerk verdwalen hier brengt. Wat een feit is, is het volgende. Christus heeft twee sleutels. De sleutels van de hel en de sleutel van de dood. Naar Openbaring 1 vers 18. Petrus wordt twee sleutels gegeven die hij gebruikt in Handelingen hoofdstuk 2 en Handelingen hoofdstuk 10. Ze hebben van doen met mensen die het koninkrijk der hemelen ingaan, niet de hemel ingaan. Ten derde, deze sleutels worden gedefinieerd als zijnde een gelegenheid om het woord van God te verkondigen in het Nieuwe Testament. We lezen in Colossenzen hoofdstuk 4 vers 3, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. En we zien vervolgens in 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 9. 1 Korinthe hoofdstuk 16 vers 9. Wat mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Ten vierde, dit is wat Petrus doet met zijn sleutels in Handelingen hoofdstuk 2 en Handelingen hoofdstuk 10. En kijk eens even hoe dat samengevat wordt op het eerste en enige door God erkende concilie in het Nieuwe Testament, in Handelingen hoofdstuk 15, vers 7 en vers 8. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei dat tot hen, mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft en dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven.
En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gegeven de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Heidenen en Joden. Hun als ook ons. Ten vijfde, de sleutel van David, zoals gegeven in Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 en 8, is een sleutel van de kennis. En Lucas 11, vers 52, welke de fariseeën probeerden weg te nemen door hun traditie. Ze stelden hun traditie over het woord van God en hebben het soort woord van God ontkracht. In Marcus hoofdstuk 7, vers 7 en vers 13. En degene die deze deur opent, nadat hij hem heeft ontsloten, sluit hem ook weder nadat hij hem heeft gesloten, dat is Jezus Christus, Openbaring 3, vers 8. Wel nu, geconfronteerd met deze hoeveel bijbelwaarheid, doet de oude hoer uit Rome wat ze altijd doet. Ze legt de schrift privé uit en laat het iets zeggen wat het niet zegt. Wat zegt ze? Citaat, officieel. Petrus heeft nu de macht om wereldse decreten van overheden te overrulen. En God ondersteunt hem daarin. De sleutels zijn een symbool van de autoriteit en macht van de Rooms-Katholieke Kerk. Einde citaat. Dat is geen katholieke kerk in Matthäus hoofdstuk 16. Er is geen katholieke kerk in Openbaring hoofdstuk 1 of hoofdstuk 3. Er is geen Rooms-Katholieke kerk in Lucas hoofdstuk 11. Er is geen Rooms-Katholieke kerk in Jesaja hoofdstuk 22. Er is geen Rooms-Katholieke kerk in Colossense hoofdstuk 4 vers 3 en Korinthe 16 vers 9. Het hemelrijk is niet een verwijs naar een kerk in Oud of Nieuw Testament, katholiek of niet-katholiek. Petrus heeft geen autoriteit, niet eens religieuze autoriteit, die Paulus niet had. En Paulus diende Petrus te vermanen en hem zijn leren orde te laten brengen, want God had verweigerd Petrus te ondersteunen in zijn belachelijke beslissing in Galaten hoofdstuk 2, met de huigelen, met de Joodse christenen te eten, niet met de heidense christenen te zitten en te eten. En het binden en onbinden, wat we vinden in Matthäus 16, vers 19, wordt aan een groep discipelen toevertrouwd die niet apostelen waren. Je zegt, waar kunnen we dat nalezen? In de schrift. Lucas hoofdstuk 24, vers 33. En zij opstaande tezelver uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren. Vervolgens lezen we in Johannes hoofdstuk 20, vers 19 tot en met 23. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waren de onderstrijpend de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij uw lieden. Het gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, dat zijn de discipelen. Als zij de Heere zagen, Jezus zeide er wederom tot hen. Wie zijn dat? De discipelen in vers 20 en vers 19. Vrede zij uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Met andere woorden, Petrus heeft niet het exclusieve recht om te binden en los te laten. Als, best zoals elke andere discipel het recht in deze kamer had. Nou, kun je je voorstellen wat er gebeurt met 800 miljoen plus bekende christenen die dom genoeg zijn om de katholieke kerk als hun enige onfeilbare leider en leraar te accepteren, in plaats van de Heilige Geest en de woorden van God? Weet je dat ze zelf zo goed weten dat de Heilige Geest de juiste leraar is, dat ze het verbieden om een reformatiebijbel, de Statenbijbel in Nederlands dan, van katholiek te mogen laten lezen? Die oude, purpergekleurde moeder van gruwel in Openbaring 17, vergat u ook te vertellen dat 88% van wat katholieken duurt te geloven antibijbelse, niet-christelijke, ketterse onzin is. Bijvoorbeeld, alle katholieken worden geleerd te geloven dat de Bijbel 73 boeken omvat. Alle bijbelgelovigen weten dat het alleen maar 66 boeken bevat. Een orthodoxe Jood gelooft de kanonieke boeken van het Oude Testament zijn degenen die gevonden worden in de Statenbijbel 1637 of de King James in het Engels, de Lutherbijbel in het Duits. Geen Rooms-Katholiek gelooft dat. Ze geloven alle hetzelfde. Eenheid, geen schisma's. Ze geloven namelijk alle een leugen. Een katholiek zegt dat het Oude Testament 46 boeken bevat.
De vierde zitting van het Concilie van Trent, 8 april 1546, zweert dat iedere orthodoxe Jood en iedere bijbelgelovige christen op aarde vervloekt wordt door God, anathema is, want geen van beide groepen gelooft aan de 46 boeken in het Oude Testament. Probleem is, er zijn maar 39 in een Joodse of protestantse Bijbel. Wel nu, er zijn heel wat referenties te vinden als we de schrift nagaan door de ridders van Columbus, de ridders van Malta, de Opus Dei, die allerlei materiaal publiceren, heden ten dagen, dat je op allerlei manieren kunt interpreteren. Maar het feit is dat de Rooms-Katholieke Kerk bijbelgelovige christenen eeuwenlang heeft vervolgd en gedood door versen toe te voegen, af te doen uit de tekst en te gaan veranderen en uit de samen context te halen. We zullen zo verder over gaan. Want nu, Rome heeft altijd veel meer ketterijen bevat in haar leer dan alle Lutheranen, Anglikanen, Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Calvinisten gecombineerd. Elke fout die de Mennonieten, Kwekers, Lollarden, Albigens, Anabaptisten, Baptisten, Waldenzen, Bergen, Rianen, Katharien, Manichaeën ooit hebben gemaakt, daarvoor heeft de oude hoer van de zeven bergen in Rome minimaal 4. Rome, zogenaamde onfeilbare lerende kerk, is een internationale grap. En elke, in iedere cirkel van bijbelwetenschapper of bijbelstudenten die tijd hebben genomen om de schrift, de heilige schrift te lezen, heb ik het dan over de Statenbijbel in het Nederlands. De moderne ecumenische beweging, verbonden met de Evangelische Alliantie, die net zo corrupt is indirect als de Wereldraad van Kerken en de hele ecumenische beweging, vooral geleid door Opus Dei, Promise Keepers, Ridders van Columbus en Ridders van Malta, is gebaseerd op een eenheidsdogmatisch decreet dat hun leden niet de schrift studeren om het waarheidsplan te vinden over redding, eeuwige zekerheid, hoe je dient te dopen, de plaatselijke gemeente, de ware natuur van Maria, de mythe van twee gevaren vuur en limbus, de waarheid betreffende pausen, kardinalen, de Vaticaanse politieke, geopolitieke doelen, de eeuwige toestand van de verloren aan de mensen, de geestelijke toestand van hindoes, moslims, joden en boeddhisten, christelijke scheiding, gemeenschap met ongeredde mensen, het tweede herstel van Israël, de opname, de antichristen, wat de Bijbel zegt over klassicisme, racisme, integratie, de Verenigde Naties, de Europese Unie en seksisme. Het wachtwoord voor deze mensen is totale onwetendheid. Hoe minder waarheid, des te beter het is. De eerste belangrijkste reden waarom God de mens de schrift heeft gegeven was voor leer. De studie van bijbelleer is verboden in alle ecumenische bewegingen, nationaal of internationaal. De Promise Keepers, de Evangelische Alliantie, blinde leiders van de blinden, bespreken daarin niet de dwaalleer van de katholieke mes, Maria de Sacramenten, de plaatselijke gemeente, de leer van Christus, het rozeriegebed, de beeldenbidding, antischriftelijke tradities, de kanon van de schrift en de tweede komst van Jezus Christus. Wat Rome hierover leert is net zo ketters als wat Madame Blavatsky en Adolf Hitler hierover geleerd hebben. Weet je waarom ik geen katholiek ben? Ik kan namelijk lezen. En ik kan een smerige mafiosi net zo makkelijk ruiken na mijn bekering als voor mijn bekering. Nu komen we tot het laatste punt waarom ik geen katholiek ben. We hebben het al een beetje aangestuurd. Dat is heel eenvoudig, dat de kerk van Rome zijn succes heeft te danken aan onwetendheid. Het absolute essentiële punt voor alle pausen, priesters, kardinalen, monniken, nonnen, bisschoppen en aartsbisschoppen verbonden met Rome is dat ze door kunnen gaan met hun onzin door onwetendheid. Dat is het bijzonder essentiële ingrediënt dat verzekert dat de machten van de hel nooit in staat zijn geweest om de katholieke hiërarchie van de aarde af te vegen. Maar ze zullen in de nabije toekomst volgens Openbaring snel weggevaagd worden. Maar de eeuwenlange survival van dit systeem, 500 na Christus tot 2016, kan toegeschreven worden aan één onvermijdelijk ingrediënt. Het is niet de heiligheid in de religieuze literatuur van iemand, de sutras, de vedas, de sastras, de puranas,
Tripitaka, de Koran, Amalekte. Het is zeker niet te danken aan Gods heiliging of bescherming. En helemaal niet aan de gezegende Maria, de gezegende Jozef, de gezegende Johannes de Doper. De rots waarop de Rooms-Katholieke kerk was gebouwd, was de onwetendheid van de Heilige Schrift. Zo was het in de tijd van Luther, zoals het heden ten dagen. En zelfs waar deze oude, schijnheilige hypocrieten het lezen van hun Bijbels aanbevelen, natuurlijk de Bene-Bijbel, de Willibrord-Bijbel, de NBV-Bijbel, de eigenlijk alle Bijbels op het Vaticaans manuscript gegrond, en die kun je vinden bij, meestal bij het NBG, het Nederlands Bijbelgenootschap, is dat ze niet lezen. En Rome weet dat als hun eigen katholieke leden de Statenbijbel gaan lezen, is de dood voor hun kerk. Albinus de Gallo, een bekeerde katholieke priester, heeft het zo eens ooit gezegd: het grootste boek wat ooit geschreven is tegen de katholieke kerk was niet geschreven door een bekeerde priester, het was geschreven door God. De Bijbelstudies die worden geleid door charismaten, Pinkstermensen, Opus Dei en de Promise Keepers zijn geen Bijbelstudies. Het zijn sociale ecumenische verzamelingen waarin mensen allerlei Bijbels voorlezen en dat ze delen, lief zijn voor elkaar, aardig zijn, proberen geestig te zijn, mensen emotioneel niet te beledigen. Maar het is eigenlijk humanistische psychologie. Bijbelleer kan niet worden besproken. Om voor Rome om te overleven, dient ze met een 800 miljoen van haar leden in absolute donkerheid te houden als het gaat om hun eigen theologische rotzooi, bijbelperversie en valse geopolitische, fascistische, nazistische, communistische regeringen die ze opgeleid hebben in stand houden heden ten dagen. En de nieuwsmedia beschermt er altijd, niet Maria. Als de bruid van Satan, Openbaring 17, heeft ze bovennatuurlijke bescherming. Niet van de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar van de God van deze wereld. Als de helft van de katholieken zou 5 tot 10 hoofdstukken per dag zou gaan lezen in het Nieuwe Testament, aan de hand van de Statenbijbel, dan zou heel zuidelijk katholiek Nederland heel snel de kerk van Rome verlaten. De huidige jezuïeten, sluwe dictator en moordenaar die het boek van de 30.000 Argentijnen in zijn handen heeft, die Francis, die is banger voor een Statenbijbel als voor de Russische of Italiaanse maffia en Rood-China. De Heer heeft ook zijn mening over deze toestand en dat vinden we geschreven in Hosea hoofdstuk 4 vers 6. Hoofdstuk 4 vers 6 van Hosea zegt: mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zo zal ik ook uw kinderen vergeten. De verwijzing is niet naar kennis over wetenschap, fysiek, fysica, genetica, astronomie, chemie, politiek en dergelijke. Nee, het is een verwijzing naar de referenties in het boek Job 28, vers 28. Maar tot de mens heeft hij gezegd: zie, de vrees des Heren is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand. En we zien vervolgens het gedefinieerd worden in het boek Spreuken, het eerste boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 29. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrees des Heren niet hebben verkoren. Spreuken 2, vers 5. Dan zult gij de vrees des Heren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Vrees des Heren is altijd verbonden met kennis van God. Wetenschap van God verbonden met een boek. Jezus Christus zei dat als iemand de waarheid zou leren kennen, die hem vrij zou maken. Maar de waarheid in de schrift is gedefinieerd als Jezus Christus zelf, in Johannes 14, vers 6. Als hij zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als ook de schrift zelf, in Johannes 17, vers 17... Heilig en uw waarheid, uw woord is de waarheid. Hij is niet relatief aan niets. De schrift is de absolute autoriteit in het Nederlands of de standaard. Nergens in de schrift worden iemands tradities, joods of christelijk, de waarheid genoemd. De buitengewone kenmerk van alle 20e eeuwse en 21e eeuwse wetenschappers naar de apostel Paulus is te vinden in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 7. Dat is een beschrijving van de laatste dagen. En misschien past het ook op u.
die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. De kennis der waarheid is verbonden met een persoon. En die persoon is de Heere Jezus Christus zelf en zijn woord. In het Nederlands is dat de Statenbijbel. Johannes hoofdstuk 17 vers 3. Mocht u nog niet gered zijn, dan raad ik u één ding aan. U te bekeren van uw eigen gerechtigheid en te komen tot Gods gerechtigheid. Gods Zoon Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus dien gij gezonden hebt. Dat is de vraag. Kent u de Heere Jezus Christus? Wat voor waarheid Rome ook bekend te geloven, zolang ze haar leden in donkerheid kan houden over de waarheid, kan ze overleven. Onwetendheid van de waarheid geeft Rome alle gelegenheid om haar macht te consolideren. Geen christen die bekend is met Jezus Christus als de weg, de waarheid en het leven, en de schriften, de Statenbijbel, als de waarheid, zou er überhaupt aan denken om de katholieke religie, de Rooms-katholieke religie, te bekennen in ergens één vorm. Om een goede katholiek te zijn, dien je in volkomen donkerheid te zijn als het gaat om de persoon en het werk van Jezus Christus, of van de Heilige Schrift, de Statenbijbel, of van beide. Het is ook geen toeval dat het belangrijkste thema van beide testamenten nooit wordt geleerd, of zelfs wel maar wordt gediscuteerd, in meer dan 20.000 katholieke kerken en parochies. En het grootste thema is de wederkomst van de Heer Jezus Christus om een aards koninkrijk op te stellen naar Daniel 2, Lucas en Jesaja 2 en 11. Er zijn meer dan 10 keer zoveel versen over de wederkomst van Jezus Christus als we die gaan over de goddelijke mes, waterdoop of de autoriteit van Petrus en Maria gecombineerd. Een goddelijk katholiek weet dat en de paus weet dat ook. Daarom is onwetendheid zo belangrijk voor hem. Als het hele katholieke kerkelijk maatschap de toegang had om kerkgeschiedenis te studeren, tussen van 90 na Christus tot 2016, zou er een geweldige exodus plaatsvinden vanuit de katholieke kerk, iedereen die een IQ over 100 heeft. Kerkgeschiedenis kan niet worden geleerd in de openbare school in Nederland, van de kleuterschool tot universiteit. Geen Nederlands kind is toegestaan om uit te vogelen hoe Rome tegenover bijbelgelovige christen heeft gehandeld tussen 325 na Christus en 21e eeuw. En geen kind in Nederland wordt geleerd wat Rome heeft van doen met 2 wereldoorlogen, die ze beide zijn begonnen. En hoe hij de dag aan Rome zijn vingers heeft in de aanval van Irak, in Afghanistan, de Nederlandse soldaten moeten vechten onder de vlag van de NATO om vrede te bewaren. Ze doen dus het Romeinse Rijk ondersteunen, het nieuwe Romeinse Rijk. En de laatste reden waarom ik niet aan de Rooms-katholieke Kerk ben, is heel eenvoudig. Ik heb bijna 30 jaar tijd genomen om de religieuze en politieke beweging van het Vaticaan te studeren en de hiërarchie te studeren. En geen enige citaat, ware, heilige, apostolische kerk die gegrond zou zijn door Jezus Christus, kan mogelijkerwijze zo involveerd zijn met moord, clandestine operaties, drugshandel, prostituees, als de Heilige Moederkerk die daarin betrokken is. Als u werkelijk wilt weten wat de geestelijke toestand is van de Romeinse pausen, nonnen, priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen, kardinalen, curiekardinalen, en de goede katholieke kerk altijd een goede mediapres heeft gehad en gekregen, zodat ze in de chauffeurszetel kan blijven zitten in de Europese Unie en de Verenigde Naties, terwijl ze gelijkertijd Joden, Evangelikalen, Protestanten in Noord-Ierland, in Ulster, Serben en Grieken afslacht, als ook Syrisch-Orthodoxe en Grieks-Orthodoxe Armenische Christen afslacht, zou ik u de volgende documenten of boeken kunnen aanbevelen als u zegt, ik heb hier de moeite genomen om dat eens te studeren. En die worden helaas nauwelijks meer in Nederland verkocht. Ze worden wel bij ons in de boekhandel verkocht. U kunt ze ook bij ons bestellen. Paul Blanchard, American Freedom and Catholic Power, 1958. William Forbush, Fox het Book of Martyrs, 1926. In Nederland heb je ook daarbij nog het Martelarenboek van
van Haamstede met Floort van Abraham Kuyper in de 19e eeuw, wat ik zeer aanbevelen kan, als ook Tiedeman van Bracht's Martelarenspiegel. Alexander Hislop, The Two Babylons, 1916. Ocean Lambert, Catholicism Against Itself, 1956. Avery Manhattan's boeken, als eerste Religious Terror in Ireland, 1971. The Vatican Billions, 1983. The Vatican Imperialism, The 20th Century, 1965. The Vatican Moscow-Washington Alliance, 1972. Samuel Morland, The Churches of the Valley of the Piedmont, 1975. Paul Peterson, The Rise and Fall of the Roman Catholic Church, 1960. R. W. Thompson, Footprints of the Jesuits, 1894. Baron Porcelli, The Antichrist, 1920. James Gibbons, The Fate of Our Fathers, 1917. Brian Butler, Roman Catholicism, 1962. Joseph McCabe, The Black International Series, 1942-44. Joseph Sicallo, Secrets of Romanism, 1948. August Hassler, How the Pope Became Infallible, 1981. En Günther Levi, The Catholic Church and Nazi Germany, 1964. Met andere woorden, is geen religieuze organisatie in de wereld, in de geschiedenis van de mensen, die maar zou kunnen wedijveren met de religie van deze zogenaamde plaatsvervanger van Christus, die ook nog eens claimt apostolische volgeling te zijn van de prins van de apostelen, die zo volkomen bedolven is met leugens, zweren, bedriegen, kidnappen, intimideren, politieke fraude, folter, stelen, vervalsen, blasfemie. Ik ben niet een katholiek, omdat ik niet geloof dat het juist is om iemand te doden die het niet met mij eens is. Ik ben niet een rooms-katholiek, maar ik niet geloof om iemand voor het gerecht te brengen die mij verkeerd aanprijst. Ik ben niet een katholiek, omdat elke paus sinds Leo de I is een antisemiet geweest, een aardse heerser geweest, die 3/4 van het Oude Testament heeft ontkend als het gaat om Israël. Ik ben niet een rooms-katholiek, want ik weet zeker waar ik heen ga als ik sterf. En ik ben niet een katholiek, want ik ken het oordeel van de geschiedenis. En nogmaals, er zijn miljoenen normale zondaars die in dit systeem opgegroeid zijn. En die niets weten van wat de schrift zegt. Er kunnen ook heel veel mensen zijn die tot geloof gekomen zijn aan Jezus Christus, onafhankelijk wat Rome heeft gedaan. Dat is alles mogelijk. Maar nogmaals, als u gered wil worden, komt dat de persoon van Jezus Christus op grond van de Heilige Schrift, de Statenbijbel. Als u katholiek bent, ga uit het systeem weg en verzamelt u in de naam van Jezus Christus buiten de legerplaats en lees zijn smaad uit te dragen. Geloof in de Heer Jezus en gij zult zalig worden, u en uw huis.